Hallo allemaal, mijn naam is Bart Wernaert en in dit filmpje wil ik je iets meer gaan uitleggen over postmoderne ethiek. Postmoderne ethiek is eigenlijk een heel radicale vorm van relativisme, ethisch relativisme, waarbij we ervan uitgaan dat iets moreel juist is wanneer het in overeenstemming is met je morele impulsen en je morele emoties. Dat is dus heel flexibel en per individu totaal verschillend. Een van de voorvechters daarvan is overigens Mark Johnson. Dat is wel een hele interessante schrijver die daar een heel mooi boek over heeft geschreven. Dat heet Moral Imagination, waarin hij eigenlijk uit de doeken doet van al die normatief-ethische theorieën zijn hartstikke interessant. Maar het is nou niet echt bepaald wat mensen eigenlijk echt doen. Kijk, utilitarisme, leuk dat iets moet leiden tot the greatest happiness of the greatest number. Of de categorische imperatief van Kant, hartstikke interessant om onszelf de vraag te stellen of iets een universele regel zou kunnen zijn of niet. Maar wanneer het echt erop neerkomt dat je een concreet ethisch dilemma moet gaan beslechten als mens, dan gooi je dat allemaal overboord. Wat dan veel belangrijker is, is wie jij als mens bent. Wat voor levenservaring heb jij? Wat voor bagage heb je meegenomen? Hoe ben je opgevoed? Ben je man, ben je vrouw? Maakt dat een verschil? Wat voor docenten heb je gehad in je leven? Wat voor dingen heb je allemaal meegemaakt tot nu toe? Dat zijn eigenlijk allemaal gebeurtenissen en momenten die jouw ethische perceptie eigenlijk steeds verder vormgeven. En die uiteindelijk jouw unieke ethische stempel eigenlijk bepalen. En dat is eigenlijk hetgene wat ethiek volgens deze stroming echt is. Ethiek is geen theorie. Ethiek is iets wat je doet. En datgene wat je doet, dat wordt bepaald door je morele impulsen en je emoties. Je levensbagage, je levenservaring en je levenswijsheid, om het zo maar even te zeggen. Dat is postmodernistische ethiek. Nou, het grote voordeel daarvan is dat het waarschijnlijk recht doet aan de realiteit. En het is ook wel onderzocht, zeker vanuit de meer cognitieve studies, dat het inderdaad wel is zoals ethiek misschien wel werkt. Mensen gaan geen ethisch theorietje toepassen als ze een ethisch dilemma tegenkomen. Dat zien we eigenlijk veel meer gebeuren in de wat grotere beslissingen, beleidsbeslissingen en zo, wanneer dat wordt toegelicht. Ja, dan zie je die theorievorming wel een klein beetje plaatsvinden. Maar wat echt om individuen gaat, die on the spot op dit moment geconfronteerd worden met een ethisch dilemma, ja, dat gaat veel meer op gevoel dan op impuls. Dus ja, het geeft waarschijnlijk een zeer accurate reflectie van de realiteit. Dat is het voordeel. Het nadeel is tegelijkertijd ook alweer dat wanneer je dit accepteert, dan zeg je dus eigenlijk ook dat iedereen gelijk heeft. Dat ethiek eigenlijk niet fout kan zijn, omdat het nou eenmaal voortvloeit uit iemands morele impulsen en emoties. En het dus dan per definitie goed is. En dat is op zich wel heel goed voor de begripvorming voor een ander. Omdat je dus eigenlijk, wanneer je iemand een ethisch probleem ziet oplossen, waarvan je denkt, nou, dat heeft wel heel raar gedaan, dat je toch eens gaat nadenken van, hé, maar wacht even, wat is nou de achtergrond van die persoon, waar komt die vandaan, wat is een bagage, en dat je het wat beter kan verklaren. Dus dat is op zich goed. Maar ja, om nou alle ethische besluitvorming eigenlijk altijd maar goed te vinden, omdat die nou eenmaal vanuit die persoon voortvloeit, en het daarmee dan de kous af is, ja, dan zou je toch ook hele extreme, radicale dingen goed moeten gaan vinden, die je misschien wel helemaal niet prettig vindt. Denk aan de acceptatie van een kindhuwelijk, om het zo maar eens wat te zeggen. Kijk, natuurlijk kun je tot op zekere hoogte nagaan dat in bepaalde culturen dat een wat geaccepteerde beginsel is. En als je daarin opgegroeid bent, dat je nou eenmaal niet beter weet dan dat het gewoon de gang van zaken is. Maar ja, ik denk toch ook dat we mogen veronderstellen dat daar toch ook wel een grens ligt, dat dat niet oké is. Ja, met deze hele relativistische benadering van postmodernistische ethiek kom je al gauw een beetje in de richting van dat je dat in ieder geval kan verklaren en dat je dus gewoon accepteert dat mensen nu helemaal anders zijn. En dat is ook alweer een beetje een nadeel aan deze stroming. Het is wel heel flexibel, om het zo maar te zeggen. Afijn. Doe er je voordeel mee en ik zou zeggen, zet hem op met studeren en tot ziens.